They came to me like a wave over sea. This man will get to know my job with pain and sweat and so on. Ik ben niet van plan om binnen nu of 2-3 jaar te stoppen, maar ik wil namelijk wel weten wat er speelt, wat voor problemen, welke valkuilen met name. Zeker als zelfstandig ondernemer heb je daar eigenlijk heel weinig gevoel bij prepensioenadviezen of zoiets. Er zijn natuurlijk wel je praktijkadviseurs die daar af en toe eens over komen praten. Maar zo'n georganiseerd gebeuren als vandaag, ja, vind ik heel aangenaam. Ik denk dat het goed is om van tevoren je te oriënteren op wat je te wachten staat. En dat doe je alleen maar door er zelf in te investeren, actief wat mee bezig te zijn. En daarmee helpt de VVA zeker. Ja. Ik heb wel eens een keer een pensioenscan laten maken, met name ook door de Stichting Nederlands Pensioenfonds. Maar ja, de situatie verandert, dus het is altijd goed om te weten hoe zich iets ontwikkelt. Een heel leuk initiatief wat ik vandaag heb gehoord, dat is over de AMBREF-dokters. Ik liep al een tijdje rond met het idee om na mijn pensionering misschien iets te gaan doen in de tropen. En dan op een heel bazaal niveau, niet daar te gaan werken, maar wat te doen aan onderwijs naar de lokale bevolking. Om bijvoorbeeld wat informatie of instructie over hygiëne of over anticonceptie of dat soort dingen te geven. En daar heb ik net een eerste contact mee gelegd en ik denk dat dat wel wat gaat worden.